God is het schild dat mij beschermt. Hij bevrijdt de oprechten van hart. Dat is Psalm 7, vers 11. Dat doet denken aan een woord dat de Heere tegen Abraham heeft gesproken: Ik ben uw schild, uw loon, zeer groot. Het beeld is natuurlijk ontleend aan de strijd. Een schild is een verdedigend wapen. Wat betekent het dan dat de Heere dit schild is? We zouden ons graag willen verdedigen tegen alles wat ons in het leven bedreigt. We zoeken controle over de omstandigheden van ons leven, zodat pijn en moeite ons worden bespaard. We zoeken een schild, een bescherming tegen alle kwalen. Wanneer David tegenover Goliath komt te staan, kleedt Saul hem in zijn eigen kleren, zet hem een bronzen helm op en een harnas en met een zwaard in de hand... Wil hij Goliath tegemoet gaan? Maar het lukt niet. Heel deze bescherming berust op geoefendheid, die David niet heeft. De herder is geen krijger, en geweld is niet zijn beroep. Het eigen schild, volgens de vanzelfsprekendheden van het vlees, het schild van Saul, werkt niet bij David. Maar wat wel werkt, is zijn beroep op de naam van de Heere. Ik kom naar u toe. Zegt David tegen Goliath: In de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. Want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. Daarom kon David zeggen in Psalm 7: Heere, mijn God, tot u neem ik de toevlucht. De Heere gaf hem het schild van zijn heil, zoals we lezen in Psalm 18. Wat is dat schild dan? spreuken 30 zegt het dit is de manier waarop gods schild werkt ieder woord van god is gelouterd hij is een schild voor hen die tot hem de toevlucht nemen